Dag, mijn naam is Boris Maas. Ik ben kunstenaar uit Rotterdam. Daar heb ik mijn studio. En ik heb voor het Zuiderzeemuseum het werk gemaakt, De Windwijzer. En die staat hier. Dat is een installatie bestaande uit twee spiegels. Eentje in de kleur rood. En eentje in de kleur groen voor bakboord en stuurboord. En zoals je hier kan zien, hij draait in de wind. Hij danst eigenlijk in de wind. En zo laat hij jou eigenlijk constant een nieuwe horizon zien. En herframet hij de omgeving. Het is gemaakt van twee spiegels die deze kleuren in zich hebben gebakken. En projecteert, of eigenlijk met hun ruggen tegen elkaar aanstaan. En daarmee projecteert het twee kanten op. Het is eigenlijk een soort parallel tussen de Markerhaven hier in Enkhuizen en de Markerhaven, de originele Markerhaven, op Marken. En deze twee spiegels brengen eigenlijk een soort scheidingslijn tussen twee werkelijkheden. De bakboordkant en de stuurboordkant. Ik hoop dat jullie hiervan gaan genieten en heel veel plezier hier in het museum!